Toekomstbestendige gebouwen. Bij de Universiteit Utrecht werken we aan een betere wereld. Deze ambitie vind je terug in ons onderwijs en onderzoek. En ook in onze vele gebouwen. Van onderwijs tot kantoor, van monumentaal tot high-tech lab. Hoe zorgen we voor toekomstbestendige gebouwen? Om dit te bereiken hebben we vijf ambities vastgesteld. Functioneel, energiepositief, circulair, gezond en klimaatadaptief. Een functioneel gebouw past bij wat studenten en medewerkers nodig hebben. Daarnaast is het gebouw zo gebouwd dat het eenvoudig aangepast kan worden aan toekomstige behoeften. Zo gebruiken we de ruimte efficiënt. Een energiepositief gebouw wekt meer energie op dan het zelf gebruikt. Allereerst proberen we zo min mogelijk energie te gebruiken door goed te isoleren. In de zomer houden we de warmte buiten en in de winter halen we de warmte van de zon naar binnen. Vervolgens wekken we de energie die we nodig hebben lokaal en duurzaam op. En wat overblijft kopen we duurzaam in. Bij een circulair gebouw zijn de gebruikte materialen zoveel mogelijk hernieuwbaar en biobased. En door een materialenpaspoort per gebouw weten we welke materialen erin zitten. En op welke manier ze hergebruikt kunnen worden. In een gezond gebouw voelen studenten en medewerkers zich goed, zodat het lekker werken en leren is. De gebouwen zorgen bijvoorbeeld voor gezonde lucht, een fijne temperatuur, goede akoestiek, genoeg beweging en voldoende daglicht. Een klimaatadaptief gebouw is bestand tegen extreem weer, bijvoorbeeld hittestress, en extreme neerslag. Door meer groen aan te brengen verbeteren we tegelijkertijd ook de biodiversiteit. Door onze toekomstbestendige gebouwen en ons onderzoek en onderwijs kunnen we de wereld duurzaam verbeteren. Meer weten? Kijk op uu.nl slash toekomstbestendige gebouwen.